Defenders of the Faith, Old School Radio. Deels het succes van ons is dat we altijd gewoon onze neus één kant op hadden. En dat was gewoon naar de hardcore. En schijt aan de gevestigde orde. Het hoeft niet snel te zijn om hard te zijn. Het is allemaal gegroeid. Gewoon een plaatje draaien op zich is natuurlijk zo surf als maar zijn kan. Op een gegeven moment heb je al je DJ-poses gehad en dan. De reguliere hardcore ging steeds dichter tegen de hardstyle aanzetten. Toen alles weer langzamer werd en rustiger en gelikter en mooier, gingen wij lelijker. Nou ja, dat is eigenlijk het tegendraadse van RTC. We doen het nog, ja. November 3 is niet zo dat wij een break hebben genomen of iets.